6B. En daar hebben we voor nodig zometeen weer een rugzak. De warming up. Warming up houdt in 2 minuutjes rustig joggen. Lekker buiten, genieten. Daarna doe je 20 triplings, 20 skippings, 20 hakkenbillen en 20 voorpunts. Planks. Eigenlijk ren je op de plaats en je landt zacht met je voorvoet. Top. Blijf recht staan en neem je armen mee. Oké, bij skipping doe je hetzelfde, alleen ga je verplaatsen. En dan loop. Chillen. Belangrijk, rechtop blijven. Eventueel hak. Letterlijk tegen je bil of tegen je handen. Jumps. Draag je squat en een sprong vooruit, waarbij je handen de grond draagt. Wat 6A. Dat is 3 kilometer voor tijd. Met een rugzak van 10 of 8 kilo. Zorg dat je hem goed trept. Je mag wandelen, snel wandelen, hardlopen. Uiteindelijk eindtijd wel. Uiteraard kan je de workout ook spelen. Dat is of 3 keer 1 kilometer of 1 keer aan 1 gesloten 2 kilometer. Of je doet de rugzak iets dicht. Okay, workout 6B. Dat is een Tabata en dan heb je een interval timer voor nodig. Die kan je gewoon downloaden bij de App Store. Een random interval timer. Dan zit je op 20 seconden werken, 10 seconden actieve rust, 8 rondjes. Het eerste wat je doet is een rugzak swing. Dat is een kettlebell, maar je pakt niet de rugzak. En als tweede, tijdens de rust, doe je 2 burpees. De 20 seconden werken, doe je de swing. Daardoor pak je de rugzak vast. Binnenkant van je benen. En je swingt hem schouderhoogte. In 10 seconden rust doe je 2 burpees. Burpees plat op de grond en je springt weer omhoog. Heb je tijd over in die 10 seconden? Pak je rust. Oké, toppers, dat was de uitleg. Warming up. 6A, 6B. Heb je vragen? Stel ze. Apart loggen in Sugarwood. 6A en B. Tag ons op Insta en Facebook. @home.com. Wens je succes. Ik ben er echt van.